Hallo, ik ben Lore van Dwalen Vastgoed Oudenaarde en momenteel bevinden we ons hier in het centrum van Ronse, nabij het station. Ronse is een veelzijdige stad, eigenlijk een bruisende stad met superleuke bars, restaurants en winkeltjes en is ideaal voor de fietsenliefhebbers en de wandelaars. Want Ronse is namelijk volledig omgeven door natuur. En binnenkort wordt er hier een nieuwe project verkocht, namelijk het nieuwe project Roots, voorzien van 26 appartementen. De locatie is aantrekkelijk op verschillende niveaus. Er waait duidelijk een nieuwe wind door Ronse, wat er als het ware voor zorgt dat de stad wordt afgestoft en opgeblonken. Ronse straalt terug op de kaart. Ik bedoel dat niet enkel op de kaart van de wieler- en wandeltoerist, want het is evident dat de koningin van de Vlaamse Ardennen, het hoogste punt van de regio, eigenlijk met stip genoteerd staat op in de wandel- en fietsroutes. Maar wat ik eigenlijk bedoel is dat Ronse terug op de vastgoedkaart staat. Onze projectsite zelf bevindt zich op de hoek van de Molendam en de Saint-Sauveurstraat en is eigenlijk een uitloper van een residentiële wijk en bekleedt een redelijk specifieke functie binnen het centrum van de stad. De geclasseerde Pessimiersbrug die is onmiddellijk voor de projectsite en is op zich al een herkenningspunt binnen de stad en is een van de twee overgangen van het centrum naar het achterliggende heuvelland. Momenteel is het een braakliggend terrein, maar het is overduidelijk dat een markant en kwalitatief gebouw op die plek echt wel een nieuw eikpunt kan zijn voor de stad. Onze projectsite bevindt zich iets schuin tegenover het station, wat trouwens het oudste stationsgebouw is van het Europese vasteland, en 700 meter van de Grote Markt. Maar wat het redelijk uniek maakt, is dat het iets hoger is gelegen en eigenlijk als het ware een soort van belvedere-functie bekleedt. Het is overduidelijk dat vanaf onze site, en zeker vanaf de hoger gelegen appartementen, dat er heel mooie zichtlijnen kunnen worden gecreëerd op het stadscentrum en de omliggende heuvels. Een meerwaarde in het project zijn de vistas, de vergezichten die je krijgt op de verschillende terrassen die er zijn. Enerzijds richting het stadscentrum met zijn historische kern. En anderzijds richting de Vlaamse Ardennen in de typische natuurlijke omgeving die er is. Wat nog een leuk weetje is misschien over de locatie, is dat de spoorwegbedding, die trouwens dus een heel pak lager gelegen is dan onze projectsite, dat die in de toekomst eigenlijk kan worden beschouwd als de groene voortuinstrook van ons project. Momenteel zijn alle functies al weggenomen door de stad en in de toekomst wordt die geïntegreerd in het Europese fietsnetwerk tussen Canterbury en Brindisi. We maken ons sterk dat Roots echt voor iedereen een plek kan zijn om nieuwe wortels te gaan laten groeien ofwel om de bestaande wortels die er al zijn met de stad Ronse te gaan versterken. Op basis van elk budget kan ook elk type gezin, of het nu jong of oud, groot of klein, zal er aan een nieuwe toekomst kunnen bouwen. Er is gezorgd voor een samenhangende en betaalbare mix van appartementen met 1, 2 en 3 slaapkamers. En binnen die mix is er ook nog eens variatie aan prijzen en oppervlaktes. Kortom, Roots is een slimme en future-proof investering voor zowel bewoners als investeerders. Het is een project waar je als architect trots op bent, omwille van zijn uniek karakter. Maar het is uiteraard een project dat je niet alleen realiseert. Het is een project dat je in een sterke dialoog met stad, buurt en ontwikkelaar gaat ontwerpen. En we denken op het einde van de rit dat we toch een project hebben dat sterk gedragen is door alle partijen en alle actoren. We wensen meer informatie over het project? Wandel gerust eens binnen in ons kantoor in Oudenaarde of op www.dwalen.com. Wij helpen je alvast met heel veel plezier verder. Tot binnenkort!